De Franse Revolutie is een behoorlijk onrustige periode in de geschiedenis van Frankrijk. En een belangrijk hoofdstuk in die periode wordt gevormd door de persoon van Napoleon. En daar gaan we in deze video's naar kijken. Want Napoleon is uh, iemand die tien jaar na het begin, na die eerste Franse Revolutie, een staatsgreep pleegt. en daarmee de leider wordt van Frankrijk. Nou, hoe heeft hij dat kunnen worden? Hij was altijd al een belangrijk persoon binnen dat revolutionaire Frankrijk. omdat hij een uh, belangrijke legerleider was. uiteindelijk een belangrijke Franse generaal was. En had heel veel successen, dus hij oogst ook heel veel bewondering, niet alleen van zijn soldaten, maar ook onder de rest van de Franse bevolking. En als hij dan besluit om met zijn troepen naar Frankrijk terug te keren om daar de macht te grijpen, dan juichen veel Fransen dat toe. En Napoleon wordt dan de eerste consul. En dat, dat, dat is eigenlijk nog niet genoeg voor hem, want een aantal jaar later geeft hij zich een andere titel, dan benoemt hij zichzelf tot de keizer van Frankrijk. Nou, wat wilde Napoleon bereiken? Hij had verschillende doelen. Aan de ene kant wilde hij dus rust en orde in Frankrijk herstellen. Het was een uh, chaos geweest na die strijd tussen de Girondijnen en de Jacobijnen en dergelijke. En, en veel Fransen die wilden graag dat er weer meer orde kwam. En uh, daardoor accepteerde ze dus ook eigenlijk feitelijk dat er een staatsgreep werd gepleegd. En eigenlijk feitelijk ook dat er een dictatuur kwam. Want Napoleon die kon alles in zijn eentje beslissen nu. Maar uh, Napoleon die wilde ook nog iets anders. Die wilde ook uh, blijven veroveren in Europa. Klinkt niet heel erg verlicht misschien, maar toch heeft hij een aantal verworvenheden van de verlichting en de Franse Revolutie die laat hij voortbestaan en die bestendigt hij zelfs. En dat doet hij voornamelijk door bijvoorbeeld de zogenaamde Code Napoleon die hij invoert. En de Code Napoleon is een serie van wetboeken waarin allerlei revolutionaire ideeën nog eens bekrachtigd worden. Uh, gelijkheid voor de wet staat erin, de rechtspraak wordt eerlijker, uh, vrijheid van religie staat erin, maar ook een natuurrecht als vrijheid van bezit bijvoorbeeld. En de burgerlijke stand wordt niet langer geregeld door de kerk, maar juist door de staat. Hè? Wat veel mensen zeggen: dankzij Napoleon er hebben we onze achternaam aan te danken. Nou, dat zit dus in dit laatste puntje. En door die veroveringen van Napoleon, die zijn zeer succesvol, komt een groot gedeelte van Europa direct onder Frans gezag te staan. of onder sterke Franse invloed te staan. En daardoor wordt ook die Code Napoleon. en dus ook die revolutionaire verlichte ideeën over de rest van Europa verspreid. Maar goed, door zijn oorlogen heeft hij ook heel veel tegenstanders en uiteindelijk wordt Napoleon in 1815 definitief verslagen en komt er een einde aan de Napoleontische tijd en ook het einde aan het tweede gedeelte van deze historische context.